Autobedrijf Wijnen is een universeel BOVAG autobedrijf, gespecialiseerd in jong gebruikte auto's met lage kilometerstanden. Wij kopen auto's in, wij verkopen auto's en het hele onderhoud en de schadeherstel valt daar ook onder. Dit bedrijf is begonnen in 1955 door mijn overgrootvader. Het is toen begonnen als landbouwloonbedrijf en dat bedrijf heeft mijn vader in 1979 overgenomen. Het was nooit een autobedrijf. Mijn vader heeft er een autobedrijf van gemaakt. Het was een boerenbedrijf. Mijn vader is toen van Nivelet eigenlijk een beetje in de loze uurtjes van het landbouwloonbedrijf begonnen met het repareren en later ook het spuiten van auto's. In de winter was het namelijk rustig in het loonwerkersland. De boeren hadden niks om van het land te halen. Dus deed hij een autootje repareren, plaatwerken, noem het maar op. En dat groeide. Hij nam een monteur erbij aan, hij nam een spuiter erbij aan. Hij verkocht wat autootjes en van 10 auto's naar zo'n 100, 120 wat er nu staat. En van Lieverlee zijn wij erbij gestapt. Een familiebedrijf, dat merk je. De eigenaren zijn ook de aanspreekpunten. Het houdt ons scherp en ik denk dat de klant ook merkt dat je dat terugziet in de service en de kwaliteit waar wij steeds zo scherp op zijn. Wat ons onderscheidt ten opzichte van andere autobedrijven is dat we 3 vestigingen hebben. Dat is vrij uniek voor een universeel autobedrijf. We hebben een groot assortiment aan jong gebruikte auto's. Mocht het nou zo zijn dat er een klant in Nijmegen of in Dieren interesse heeft in een auto die in Doornspijk aangeboden wordt, dan zorgen wij met ons intern transport dat de auto op die vestiging komt te staan, zodat de klant de auto daar kan zien en rijden. Mocht je bij ons een auto kopen, dan kun je voor onderhoud terecht in de werkplaats. We hebben een goed uitgeruste werkplaats. En mocht je schade rijden, ik hoop het natuurlijk niet, maar het kan gebeuren, dan kun je ook bij ons terecht in de carrosserieafdeling, waar we professioneel de autoschade kunnen herstellen. Wij doen het al sinds jaar en dag. We hebben een ontzettend ervaren team in onze schadeherstelafdeling zitten en zeker een toegevoegde waarde voor ons bedrijf. In Nijmegen en Dieren beschikken we niet over een eigen schadeherstelafdeling, maar mensen kunnen daar wel gewoon terecht voor schade. Wij zorgen voor het transport naar Doornspijk en daar wordt de auto keurig hersteld en kunnen we ook daar het hele traject verzorgen van het invullen van het schadeformulier tot het laten uitbetalen door de verzekeringsmaatschappij van de schade. Klanten hoeven dat bij ons niet voor te schieten, dat bedrag, waardoor de klant dus alle zorg ontnomen wordt. We proberen er alles aan te doen om het de klant zo makkelijk mogelijk te maken. Koop je een auto en kom je van ver, kom je uit Maastricht. Mensen zeggen dat soms, ik vind het een eindrijden, wat natuurlijk ook zo is. Dan zetten we de auto bij u neer voor de deur. Ik zie met name die betrokkenheid zie ik als een groot voordeel. En ik hoop ook dat een klant dat voelt als hij hier binnenkomt. 1 keer per jaar hebben we een autoshow, altijd tijdens Hemelvaart. En dat is deels een autoshow, we willen daar graag auto's verkopen. Maar we nodigden al onze klanten uit om ook langs te komen. Hè? En dan weer nog een praatje met de mensen te maken. Er is een hapje en een drankje en natuurlijk verkopen we auto's op die dag. Maar we zorgen ook altijd voor een beetje entertainment. En dat is eigenlijk bedoeld als een bedankje naar onze klanten toe ook. Ik denk dat je met service het enige is waar je echt verschil kan maken in onze branche. Omdat iedereen er wel een oliefilter onder kan draaien. Voor ons is het zo dat het begint en eindigt met de klant. Wij vinden het ook heel belangrijk dat iedereen die bij ons geweest is, ons ook beoordeelt. Dat is voor onszelf een stukje feedback. Dus we hebben daar een systeem voor. Alle mensen die hun e-mailadres bij ons bekend willen maken, krijgen na afloop, nadat ze een auto hebben gekocht of bij ons in de werkplaats zijn geweest, krijgen ze de mogelijkheid om ons te beoordelen en onze cijfer te geven.